Voetbal International is afgereisd naar Dubai. Niet voor de Burj Khalifa, het hoogste gebouw van de wereld. Niet voor een nachtje in het enige 7-sterren hotel op aarde. Niet voor de waanzinnige architectuur van de kustplaats in de Verenigde Arabische Emiraten. En helaas ook niet voor een lekker ritje in een auto die meer kost dan heel ADO Den Haag. Nee, verslaggever Martijn Krabbedam en ik zijn 7000 kilometer verwijderd van Nederland, omdat twee succesvolle oud-bondscoaches van Oranje heel ver weg van huis tegen elkaar strijden voor een ticket richting het WK van 2022 in Qatar. Bert van Marwijk neemt het met zijn Verenigde Arabische Emiraten op tegen het Irak van Dick Advocaat. Beide teams staan op 2 punten na 3 duels. Plaats 1 en 2, goed voor directe plaatsing voor het eindtoernooi in Qatar, zijn vrijwel zeker buiten bereik. Wat rest voor de Hollandse trainers is het gevecht om de derde plaats. De nummer 3 van deze pool moet namelijk via de play-offs met de nummer 3 van de andere Aziatische pool uitmaken wie nog een grote stap dichter bij het WK in Qatar komt. Het is voor Bert van Marwijk en voor Dick Advocaat dus eigenlijk een wedstrijd van do or die in Dubai. Nou, ik heb sowieso, dat deed Bert zelf ook, ontzettend veel waardering wat Bert in zijn carrière heeft gepresteerd. Dat wordt in Nederland nog een beetje onderbelicht, maar als je finale haalt, je wint de Europa Cup, je wordt kampioen met Feyenoord, dan had hij wel iets meer gewaardeerd moeten worden, vind ik. Ondergewaardeerd dus? Ondergewaardeerd. En dat komt door? Wat... Nou, meestal als de namen genoemd worden voor het Nederlands elftal, is Bert van Marwijk er niet bij. En daar begrijp ik dus helemaal niks van. Toen Louis van Gaal aangesteld werd? Ook in die periode met mij. Niet alleen onder Louis. De derde plaats is waarschijnlijk het hoogst haalbare voor jullie beiden, voor Bert van Marwijk en voor u. Kijk, als Zuid-Korea en Iran het niet halen, zou het een schande zijn. Kijk, als wij het niet halen en de Emiraten. Ja, dat is begrijpelijk, maar je kan je wel eventueel kwalificeren voor de derde plaats. Ja, en dan wordt ook nog een helskarwei eigenlijk, toch? Ja, sowieso. Die ploegen ontlopen elkaar niet zoveel. Plus het feit dat een aantal landen toch ook met publiek spelen en wij zonder mensen. Dat hebben we toen met Feyenoord ook meegemaakt. Als je bijna 16 maanden zonder publiek speelt, ja, dat scheelt je op een gegeven moment toch veel punten. Bert heeft een ploeg met heel veel voetbal. Wij hebben een ploeg met meer werklust. Dus wij kunnen het ze wel heel moeilijk maken, omdat dat een ploeg is die graag nog even een mannetje wil passeren. En bij ons is het allemaal wat korter en sneller, wil niet zeggen beter, maar wel meer strijd. Ja, het zegt genoeg dat Bert met al zijn reputatie er ook hier bij de Emiraten zit. En dan advocaat bij Metcor en Selco bij Irak zitten. Ja, want u ging natuurlijk weg bij Feyenoord. Veel mensen dachten dat u waarschijnlijk wel weer ging stoppen en toch kriebelde. Ja. Nou ja, dat is allemaal oud verhaal. Dat dacht ik zelf ook wel. Maar dan gaan ze weer bellen en dan gaan ze je wel enthousiast maken. En als je dan zelf lichamelijk goed voelt en die mensen zijn zo enthousiast, ja, dan ga ik. Het belangrijkste is, zolang we nog eventueel perspectief hebben, is het belangrijk om dit te doen. Is dat perspectief en niet meer, ja, dan moet je je afvragen of het zin heeft om door te gaan. Ja, nou, eerst even Bert afmaken. Mag ik niet zeggen, maar. Toch wel. Kijk, dit is nou het zaaltje voor de persconferentie voor een belangrijke kwalificatiewedstrijd in Azië. Moet je kijken. Messen geslepen voor deze wedstrijd. And I realize that it's very, very important. And we have 7 matches to go and we have still a chance. And as long as we have a chance, we will fight. The team worked very hard after the draw against Lebanon. The result was a little bit disappointing. And we hope to do it better result-wise tomorrow night. We have to play very concentrated, especially defending. And they know it also against a team who didn't score a goal till now. If player doesn't like to play for Iraq, stay away. There are enough good players who want to play for the national team. But you cannot make a fool of us. He makes a fool of himself.
Nou, we zijn net bij de trainingen geweest, de afsluitende trainingen van Irak en van de Verenigde Arabische Emiraten. Dick Advocaat die traint hier met Irak in het stadion, hier achter Bed van Marwijk met de Emiraten, een stukje verder op het trainingsveld. Nou, we zitten al een dag of wat is het, 2-3 in het spoor van deze Nederlandse trainers, omdat het natuurlijk wel best bijzonder is. Hè? Twee coaches die toch wel gezichtsbepalend zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Van Marwijk UEFA Cup gewonnen, Advocaat UEFA Cup gewonnen, allebei bondscoach geweest. Van Marwijk tweede geworden op het WK. Zelfs in Zuid-Afrika. Advocaat, een ellenlange carrière die al bijna 40 jaar duurt. En het is ook wel grappig dat deze twee trainers elkaar, nou het was het 52 jaar geleden, voor de eerste keer ontmoeten. Toen was Van Marwijk net gedebuteerd als de jonge speler van Fortuna Sittard en trof hij bij ADO Den Haag, een wat ervarende prof. Dat was dan Dick Advocaat. Nou, zo zijn ze elkaar in de loop der jaren een aantal keer tegengekomen. Eerst was Advocaat trainer van PSV. Speelde hij tegen Van Marwijk, die toen bij Fortuna Sittard coachte. PSV won die twee wedstrijden. Later pakte Van Marwijk Advocaat terug met een overwinning toen hij coach was bij Dortmund op Borussia Mönchengladbach, waar Advocaat dan zat. Ja, en sinds lange tijd treffen ze elkaar nu weer hier in Dubai. Dat is natuurlijk wel duizenden kilometers verder weg van Nederland. Allebei een beetje in de eindfase van hun carrière. En daar hebben we ze ook over gesproken deze week. Hè? Want wat drijft ze nou nog als je toch al zo lang in het voetbal werkzaam bent? Als je alles eigenlijk al hebt meegemaakt, ja, waarvoor stel je dan eigenlijk je vakkennis in dienst van landen waarmee je toch moeilijk succes boeken is? Hè? Want kijk, Irak was voor de laatste keer aanwezig bij een WK in 1986 in Mexico. En de Emiraten waren er in 1990 bij. Dat was vier jaartjes later. En toch ook alweer 31 jaar geleden. Nou ja, deze twee landen willen allebei naar het WK, omdat het ook in Qatar wordt georganiseerd. Dat is eigenlijk voor deze landen om de hoek. En dan is de druk voor Van Marwijk toch wel iets groter. Hè? Saoedi-Arabië, dat is altijd een grote concurrent, staat bovenaan in de andere groep. Qatar, de aartsvijand, is al geplaatst. Dus eigenlijk vinden ze hier dat de Emiraten er ook naartoe moeten. En gek gezegd, ook het Irak van Dick Advocaat verwachten de mensen thuis eigenlijk wel wonderen van. Irak heeft helemaal geen wonderploeg. Die hebben geloof ik 2 punten gepakt en 0 keer gescoord. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat over hoe lastig het is in deze fase. Maar ook opvallend, allebei zijn ze nog wel in de race met 2 punten. Ze zijn er allebei van overtuigd, Advocaat en Van Marwijk, dat Iran en Zuid-Korea, dat die toch wel de beste ploeg hebben. Dat is natuurlijk ook zo, die hebben spelers in Europese topcompetities. En dat hebben Irak en dat hebben de Verenigde Arabische Emiraten duidelijk niet. Ze moeten putten uit een heel ander kaliber speler. En dan voetbalt de Emiraten nog wel iets makkelijker. Maar dat zijn allemaal spelers die hier geweldige contracten hebben, als miljonair zijn geboren. Dus die hebben natuurlijk helemaal niet de behoefte om naar Europa te gaan, om daar nog zich te ontwikkelen als voetballer. Want waarom zouden ze in ieder geval, voor het geld hoeven ze het niet te doen. En de spelers van Irak zijn vooralsnog niet goed genoeg om die stap te maken. Nou, dat zegt wel iets over het enorme kwaliteitsverschil in deze groep. Blijft over plek 3. Die geeft nog recht op een play-off tegen de nummer 3 uit de andere pool. En mocht je die dan doorstaan, ga je naar Midden-Amerika om daar een barrage te spelen met landen als Costa Rica, Honduras, El Salvador. Ja, geen idee wie daar natuurlijk als op die play-off plek uit de bus rolt. Maar het zegt wel iets over het traject wat ontzettend lang is, ontzettend lastig is. Maar Advocaat en ook Van Marwijk, ja, ze zijn toch bezig. Ze zijn nog in de race. En daarom is die wedstrijd morgen natuurlijk hier in het Kabyle Stadion natuurlijk ontzettend belangrijk. Want de verliezer haakt eigenlijk af. En de winnaar doet nog mee. Dus het is do or die in Dubai. Met als consequentie dat ja, als een coach in dit land, in dit soort landen verliest en niet meer meedoet, ja, dan is het vaak wel heel simpel. Hè? Dan is het geduld heel snel op. Net zoals het krediet. En dan kan het best zo zijn dat wat de bondsvoorzitter toen tegen Van Marwijk zei, dat hij in de vorige kwalificatie 4 wedstrijden op rij had gewonnen. Bert, ga lekker naar huis, jongen. Neem even je rust. Ga even naar je familie. Grote kans dat hij dat dan weer zegt en dat hij erachteraan vertelt van en blijft daar dan ook maar. En voor Advocaat geldt, als hij verliest, is het geen weinig perspectief meer met Irak. En dan bestaat de kans dat hij er zelf misschien wel mee ophoudt. Dus wat dat betreft voldoende spanning morgen hier in Dubai bij die wedstrijd. En we zullen zien welke Nederlandse trainer als winnaar uit de bus komt. Hè. Staat 2-1 voor Dick Advocaat, maar Van Marwijk krijgt morgen de kans om die stand gelijk te trekken.